Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 16 oktober. Vannacht was er nog vrij veel bewolking aanwezig, maar die bewolking verdwijnt. En dan wordt het vandaag een hele mooie dag met flink wat zon. De temperatuur die ligt vanochtend vroeg nog zo rond de 10 graden. Maar vanmiddag stijgt het kwik naar 17 tot 19 graden. Er waait dan een matige wind uit het zuiden of zuidoosten. Mogelijk dat het in de zuidelijke provincies zelfs lokaal 20 graden kan gaan worden. Vanavond neemt wel weer vanuit het zuidwesten de bewolking toe. En aan het eind van de avond kan de eerste regen vallen in het zuidwesten. Die neerslag die trekt dan geleidelijk aan naar het oosten. De temperatuur ligt vanavond zo rond de 13 of 14 graden. Morgenochtend zijn er perioden met regen, maar de regen trekt naar het oosten weg. En vanuit het westen klaart het op. S'middags kunnen er dan wel een aantal buien vallen. En ook een klap onweer is niet uitgesloten. Het wordt morgenmiddag een graad of 16, lokaal misschien nog 17. En de dagen erna is het wisselvallig weer, met van tijd tot tijd toch wel een aantal buien. De temperatuur die gaat ook weer dalen. Dinsdag wordt het zo'n 14 graden, op woensdag en donderdag 12 tot 13 graden. De perioden met neerslag worden wel afgewisseld met af en toe zon. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne zondag.